Gezond leven, daar hoort elke dag een gezonde mix van zitten, staan en bewegen bij. Hoe je dat best aanpakt, vat het Vlaams Instituut Gezond Leven voor je samen in de bewegingsdriehoek. Doorbreek lange periodes van stilzitten. Zit je veel uren per dag stil of lang zonder onderbreking? Maak daar dan stapsgewijs komaf mee. Ook al beweeg je veel, het is even belangrijk dat je niet te veel stilzit en zeker niet aan één stuk. Daarom is lang stilzitten oranje gekleurd. Begin met regelmatig recht te staan en even te stappen. Elk half uur als het kan. Ga elke dag voor een gezonde mix van zitten, staan en bewegen. Bewegen is gezond. Vandaar groen. En hoe donkergroener de zone, hoe intensiever de beweging. Probeer alvast het grootste deel van de dag te bewegen tijdens je taken. Door bijvoorbeeld staand te computeren of altijd de trap te nemen in plaats van de lift. In deze lichte bewegingen schuilen met een minimum aan inspanning meer gezondheidsvoordelen dan je denkt. Doe ook dagelijks een iets intensere activiteit. Neem al eens de fiets naar het werk of maak 's avonds nog een stevige wandeling. Als je matig intensief beweegt, adem je sneller en gaat je hartslag omhoog. Maar je bent niet buiten adem en kan gewoon blijven praten. Matig intensief bewegen is nog beter voor je gezondheid dan licht intensieve bewegingen. Het is goed voor lichaam en geest. Ga er één keer per week met hoge intensiteit tegenaan. Leef je uit in je favoriete sport, dan speel je volop de gezondheidskaart uit. Bewegen met hoge intensiteit biedt nog meer voordelen voor je gezondheid dan matig en licht intensief bewegen. En vergeet ook niet je spieren te trainen en te versterken. Nog een belangrijke tip? Elke stap vooruit is een overwinning voor je gezondheid. Bouw dus stap voor stap regelmaat op. Laat je niet ontmoedigen als het niet vanaf week 1 helemaal lukt. Bedenk daarom een gezonde beloning voor jezelf. En vooral, doe iets wat je graag doet en wil doen. Zo hou je het zeker en vast vol. Als je gezond beweegt, voel je je beter in je vel en in je hoofd. Benieuwd naar nuttige en leuke tips om minder te zitten en meer te bewegen? Kijk op gezondleven.be.